Hoe maak je nu zelf met deze drie tikken als uitgangspunt iets nieuws? Nou, je kan versiernoten toepassen. Versiernoten zijn tikken vlak voor of vlak na zo'n hoofdklap. Erna. Ervoor. Etcetera. Natuurlijk kun je ervoor kiezen twee van die hoofdklappen te verbinden door alle doorgangsnoten te spelen. Bijvoorbeeld de eerste twee. Maar zo kan bijvoorbeeld ook. Ja, natuurlijk heb je nog klankkleur. En dat ga je dan combineren. Dat is je gereedschap. Je muzikale gereedschap. Om zelf vanaf met als uitgangspunt deze drie tikken iets nieuws te creëren. Nou, een voorbeeld met alleen klankkleur toegepast en één versiernootje. Eén versiernootje en één keer doorgangsnoten. Keer weer keer om. De eerste twee klappen doorgangsnoten. De klap die overblijft een versiernootje. Dat zijn al twee leuke vondsten. En die kun je dan weer combineren om al een leuke vorm te maken. Dat wil ik eens doen als voorbeeld. Een keer meer. Oké, dus versiernoten, doorgangsnoten en klankkleur. Dat is je gereedschap.